Bij een roofoverval op een belhuis en internetcafé in Vlaardingen zijn zaterdagavond twee mannen gewond geraakt. De overval gebeurde rond 11:15 aan de Schiedamseweg. Zeker vier gewapende personen met bivakmutsen op kwamen het belhuis binnen en dwongen de eigenaar de kluis te openen. Daarna schoten ze alsnog. Een klant van het belhuis is daarbij in zijn borst geraakt. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De eigenaar liep een hoofdwond op toen hij een klap kreeg. De daders gingen er na de overval in een auto vandoor. Excelsior heeft zaterdagavond niet voor een stunt weten te zorgen tegen Ajax. De ploeg van trainer John Lammers ging in de Amsterdam Arena met 4-1 onderuit. Darren Maatse redde voor Excelsior nog de eer door de enige Rotterdamse treffer voor zijn rekening te nemen. De Rotterdammers speelden lange tijd met 10 man doordat linksback Samuel Scheiman na een harde overtreding van het veld werd gestuurd met een rode kaart. De Rotterdamse haven heeft in oktober een overslagrecord gedraaid. In totaal werd ruim 38 miljoen ton aan goederen verwerkt. Dat is meer dan ooit in één maand. Het vorige record stamt uit mei 2008. Het havenbedrijf verwacht voor dit jaar een totale overslagstijging van 1-2%. De haven krabbelt zo langzaam weer op na het crisisjaar 2009. Er is vandaag veel bewolking en na een droog begin van de dag neemt de kans op buien in de loop van de middag toe. De wind is matig tot krachtig en komt uit west tot zuidwest. Het wordt vanmiddag 9 graden.